Zo, hey Tim, leuk dat je er weer bent. Ik ben er weer aflevering bij. Aflevering 28. Oh, ik heb jullie gemist, jongens. Ik heb jullie gemist. Ja, wij jou ook. We hebben wel leuke vervangers en zo gevonden, maar ja. Je wil zeggen, ja, vervangers zijn leuk, maar niks leukers dan de real deal? Ja, jij bent toch de beste om je eigen PR te doen, heb ik dat gehoord. Mooi. Heel goed. Nee, leuk dat je er weer, leuk dat je weer bij bent. Vorige keer was ook leuk met Tom Drijver. Yes. En daarvoor was Simon er ook niet. Maar, het bieden ging goed met Tom, hè? Wil ik even zeggen, Tim. Ja, dat ging wel goed, ja. Ja. Dat was leuk. Ja. Nou, ik gooi vandaag voor de leeuwen, Tim. Heerlijk. Ik heb wel weer zin om wat handjes te bieden. Dacht ik. Ja. Hey, ik was vrijdag bij de Bond en jullie zijn ook weer aan het trainen. Gaat dat nog een beetje? Spelen jullie alweer fysiek tegen elkaar of alleen via BBO? Ja, we spelen nog via BBO. Want het kan wel als je een beetje gedoe en zo. Maar het is niet heel, heel comfortabel nog live spelen. Want je moet toch nog meer afstand houden dan dat je standaard hebt aan die tafels. Dus je moet dan toch iets doen met een schot extra. Ja, jullie spelen met schotten. Op de tafel. Dus ja, het is eigenlijk... Hebben we tot nu toe elke keer gezegd dat het makkelijker vinden om toch online te doen. Gek genoeg zijn de meeste mensen daar nu ook wel aan gewend. In het begin was er nog meer weerstand tegen. Praat ik voor mezelf misschien, Tim. Misschien ben jij inmiddels... Ik heb minder weerstand dan in het begin. Ik vind het inmiddels wel oké om het online te doen. Mm-hmm. Minder weerstand. Ik merk ook gewoon dat we zijn er veel meer aan gewend. Het aantal... volgens mij is iedereen bij iedereen de foutenlast wat omlaag gegaan. Ja. Ja, het is toch wel, ja, je raakt het toch wel een beetje aan gewend. Ja, top. Simon heeft ook echt een onganse hoeveelheid spellen online gespeeld, geloof ik. Nou, ja. Ondertussen is Simon wel de schrik van de 7 online toernooien. Ja. Hoewel, je had de laatste eentje niet gewonnen met Bouke. Ja, dat was echt wat een verrassing. Ik had toch niet, lag niet aan neefpaar, want dat was Maxwell Rothwell. Dus dat was best een aardig neefpaar, zeg maar. Dan lag het aan. Wisten we helaas net de kwartfinale te missen. Dus nee. Het gaat niet altijd goed, maar tot nu toe gaat het gemiddeld wel aardig. Ja. Yes. Oké, okay, hey, ik heb vandaag wat klaargezet. Leuke vragen weer, uit de praktijk, recht uit het hart. Heerlijk. Ja, nou... We krijgen soms ook wel een beetje de vragen terug, hè? Dan zeggen we van, nou, in een competitief biedverloop, als je dan je kleur herhaalt, dan is dat wat minder strikt dan wanneer de tegenstander altijd past, want je staat een beetje onder druk en je wil gewoon lekker mee kunnen doen. Daaraan refereerde onze vraagsteller en toen kwam hij met het voorbeeld aan de rechterkant. Tim, voor jou, om mee te beginnen, naar je afwezigheid. Wat vind je van twee ruiten? Ik ben altijd blij dat je begint met twee ruiten. Ja, twee ruiten. Twee ruiten zou ik ook bieden. Ja. Ik ben een ruitje minder. En 11 punten zou ik echt... Dan zou ik er niet over... dan zou ik het echt niet doen. Ik zal er echt niet over twijfelen. Namelijk, in de zin, ik zal altijd passen. Maar met een 6-kant ruiten vind ik wel dat je vanaf een puntje of 10 wel kan volgen. Zeker als de kleur van solide kwaliteit is. Nou, in dit geval heb je hier Boetie 9. Nou, dat is, vind ik heel zeer degelijk. Dus ik zou zeker 2 ruiten volgen. Dat is makkelijk. Alleen, zoals ik al zeg, vanaf een puntje en een 6-kaart volg ik 2 ruiten. Dan gaat het pas 2 harten. Wat heb ik nou nog meer dan wat ik in mijn eerste bot heb? 1 punt, blijkbaar, heb je meer. Hm? 1 punt? 1 punt. Ja, want je zou vanaf 10 punten afvolgen. En is 1 punt een heel niveau waard? Ja. Nou, dat vind ik niet. Ik vind 1 punt is niet een heel niveau. Kijk, een 3 punten is een heel niveau. Stel dat je hebt nu hart heer erbij. Dan zeg ik, nou, kan ik misschien 3 ruiten bieden. En met de 7 kaart? Vind ik nog steeds agressief. Maar dat vind ik nog wel kunnen. Maar met deze hand zal ik echt geen 3 ruiten bieden. Mm-hmm. Ja, jij zei in stand voor het voorzet, Tim, Heres. Ja. 7-kaart, ik zou het inderdaad liever met een 7-kaart nog een keer bieden dan met hart heer erbij. Als ik zou moeten kiezen. Ik heb liever een extra ruitje dan 3 punten.
heb ik altijd met competitieve biedbeslissingen. Ik heb liever extra shape dan extra punten. Want extra punten vergroot ook de kans dat je hand down kan spelen. Terwijl als jij niet extra punten hebt, maar extra shape, dan is weer de kans groot dat we allebei iets kunnen maken. Dus het werkt dan twee kanten op. Dus extra shape is altijd, ook met beslissingen van 4 schoppen over 4 harten of 5 harten over 5 klaver. Dan moet je niet kijken van, goh, ik heb een paar punten over. Nee, want dan betekent alleen maar dat je ook het makkelijker down kan spelen. Je moet kijken, heb ik extra shape? En dat zou een aanleiding kunnen zijn om te bieden. Dus ik inderdaad, ik ben het helemaal met Tim eens. Ik heb hier zowel geen extra shape als geen extra punten. Dus ik zou hier niet nog een keer bieden. Ja. Dat is trouwens een goed punt wat Simon aanhaalt. Wat ik vaak zie gebeuren is in een heel simpel biedsverloop. Het gaat 1 schoppen bij partner, pas en je zegt 2 schoppen. Dan gaat pas en iemand zegt nog 3 klaver. En die balance nog 3 klaver in de vierde hand. Dat zie ik best wel vaak mensen die hebben dan 9 punten met een 4-3. En die denken over zo'n 3 klaver. Nou, ik heb 9 punten, ik heb een maximum voor mijn 2 schoppen. Want ik zeg 3 schoppen. Dat zou ik echt direct afraden om dat met een 4-3 te doen. Met een 4-3 zeg ik altijd pas. Maar heb ik daarentegen een hand met bijvoorbeeld 6 punten en een singleton klaver. En die mensen bieden dus nu 3 klaver. Dan bied ik wel altijd 3 schoppen. Dus verdeling vind ik ook is veel belangrijker dan punten. In een competitieve beslissing. En dan hoef je er niet 4 over 4 of 5 over 5. Maar zelfs 3 over 3 is dat. Doe ik dat ja, die punten zijn wel belangrijk. Bijvoorbeeld als maat gaat inviteren voor de manche. Dan kijk je zeker wel naar jouw punten. Maar niet bij een beslissing bied ik nog eentje hoger als de tegenstander dat doet. Ja. Oké, mooi. Ja, eigenlijk hadden we daar kunnen we daar de hele dag wel over hebben. Over ja, dit andere. Ja, maar laten we doorgaan. Ja, dat kun je hier, dat is waar. Dat is ook een leuk onderwerp. Stel dat 3 ruiten... Stel, je hebt net even een wat andere hand. Laten we zeggen, hart hier erbij, zoals Tim zei. Is 3 ruiten hier, zoals wij hebben gezegd... van nou ja, je biedt gewoon 3 ruiten, want dat wil ik spelen. Of kan het nog een... een opstap naar meer zijn. 3 sands bijvoorbeeld. Dat kan misschien wel, maar... Zou je daar snel aan denken, Simon? Nee, primair niet. Het is primair bedoeld om als je nu 3 ruiten biedt... om 3 ruiten zelf te spelen in plaats van 2 harten tegen te spelen. Het feit dat je partner niks geboden heeft op 2 ruiten... zou jou enige... zekerheid moeten geven dat hij niet nu opeens wel gaat bieden. Want als hij genoeg heeft voor 3 sands, dan had hij eigenlijk over 2 ruiten wel een keer een bordje moeten doen. Maar dat is in het algemeen, er zijn altijd uitzonderingssituaties, er zijn altijd situaties waarin partner om redelijk goede reden niet direct bood, maar nu door veranderende situaties toch denkt van ja, het fit allemaal lekker en partner heeft nog extra geluid gemaakt, dus ik bied wel een keer 3 sands. Overkwam mij laatst ook, bood ik ook een keer met een hele goede kleur nog een keertje. En toen opeens ging Bouke naar de manche. En dat was toen niet goed. Maar dat geeft wel het gevaar aan van zomaar nog een keer bieden. Dus je partner kan toch altijd iets anders te bedenken. Maar het is niet het primaire doel van bieden van 3 ruiten. Ja. Het kan ook wel eens goed gaan, toch Tim? Als je nog een keertje biedt. Dat van, hé, mijn kaart knapt zo ver op. Ja, dat kan wel. Dit is gewoon een situatie waarbij ik dat niet snel... niet snel zou verwachten. Want ja, 2 ruiten, zoals ik al zei, is al, in principe beloof je tussen de 10 en de 16 punten. En als je 10 of 10 tot 12 hebt, dan beloof je toch eigenlijk ook wel een 6 kaart ruiten. Dus partner heeft een behoorlijk duidelijk beeld van jouw kaart. En hij kan natuurlijk gewoon met, als hij een ruitenfit heeft, kan hij met 2 schoppen in fit doen. Hè, de kleur van de tegenpartij. Of hij kan 2 sands bieden als hij een stop heeft met een puntje of 9, 10, 11. Ik verwacht het niet. Ik bedoel, natuurlijk, het kan. Het kan als je, zoals we dat noemen, de rebound manche. Eerst pas je een deelscore uit, die mensen komen nog in. En daarna bied je alsnog de manche. Maar in de praktijk komt het echt heel weinig voor. Oké. Okay. En paar of butler als laatste? Denk je dat het nog uitmaakt? Dat is een vrij moeilijke vraag. Want... Ja, in paren kan alles goed zijn. Maar ik voel ook. In viertallen zou ik het echt nooit doen. En in paren zou ik het misschien niet doen. Maar dan is het eerder goed. In paren kijk ik wel heel erg naar kwetsbaarheid.
Kijk, in deze voorbeeld is iedereen is rood. Dus dat lijkt erop dat iedereen kwetsbaar is. Ja. Dus namelijk, dat is een vervelende kwetsbaarheid. Als ik in drie ruiten twee down ga, dan score ik min 200. Ja, dat is geen enkele manier waarop ik dan zeg maar, het spel nog kan winnen. Maar ben ik, als twee harten per ongeluk twee down is, omdat mijn partner ontzettend tegen zit in hart en schoppen, dan kan ik dat nooit meer tegen goed scoren met drie ruiten met een paar overslaan. Ja. Maar als, bijvoorbeeld is het niemand kwetsbaar, hè, dat is veel, veel voordeliger, want als twee harten dan een keertje twee down is, dat is min 100, of zeg maar plus 100, en ik haal drie ruiten, dus plus 110. Ga ik in drie ruiten twee down, oké, score ik min 100, maar als twee harten erin zitten, is dat min 110. Dus normaal gesproken zeg ik, niemand kwetsbaar is de kwetsbaarheid om in twijfel wat sneller te bieden. En alle kwetsbaar is juist een reden om het juist niet te doen. En de andere twee kwetsbaarheden, die zitten er een beetje tussenin. Nou ja, ik vind alle kwetsbaar altijd wel een beetje een sluipmoordenaar. Want als wij wel tegen niet zijn, ja, dan weet je dat je op je hoede moet zijn. Ja. Niemand kwetsbaar, denk je, oké. Okay. Niet tegen wel, denk je, dit is super. En ik denk, alle kwetsbaar, ik kan me wel iets permitteren. Maar dat kan dan toch soms niet, hè? Dat kan dan toch soms niet, ja. Nee. Zeker in paren. Ja. Nee, als iemand gewoon denkt van, nou ja, goed, het moet maar down. En ze geven je een doubletje, dan mag je ook niet een keer één down. Dus het is wel... Ja. En kwetsbaar dubbeleren is je toch vaak wat speculatiever, omdat één down zo geweldig is. Ja. Dus ja, het is toch eng. Kwetsbaar is eng. Klopt. Goed, mooi besluit van deze vraag. We gaan eens even naar de uitpas. En dat is een thema dat we nog niet zo heel vaak hebben belicht bij Brits TV. Ook al zijn we al bijna 28 afleveringen verder. Tim. Voordat we naar een grotere geheel gaan van wat je in de uitpas allemaal kunt doen en waarom het zo'n bijzondere situatie is. Deze hand kwam afgelopen vrijdag voor op een clubavond. Zeker een lokale club in Utrecht. Ja, klopt. Ja, verrassend. Mijn partner had deze hand en hierna ontstond een discussie. En ik dacht van, weet je wat, ik gooi me er gewoon bij jou in. Nou, mag ik eerst zeggen dat die club in Utrecht op vrijdagavond echt een hele leuke brugsclub is. Ja, dat is wel gezellig, ja. Ja, ja. Klopt. Ja. We spelen trouwens met vier tafels. En dan zit je aan de hoeken van de tafel. Ja. En dat is echt een... Ja, je moet wel even soms zo goed kijken, zo. Maar het gaat... Ik wil het nog zeggen. Heb je al een bril aangeschaft, Tim? Nee, dat heb ik nog niet nodig. Nee. De vraag is gewoon deze specifieke hand? Of het, Ja, in de eerste instantie deze specifieke hand, omdat het gewoon een... Nou, ik ben eigenlijk... Ik ben eigenlijk een vrij simpele speler. Klopt. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk in de vierde hand over het algemeen dezelfde afspraak probeer te hanteren die ik in de tweede hand speel. In de tweede hand speel ik Michaels. Dat wil zeggen dat als ik twee schoppen bied, dat is een vijfkaart hard en met een vijfkaart laag. En dan zit ik in de vierde hand. En dan denk ik, ik heb een vijfkaart hard, ik heb een vijfkaart laag, ik heb een vrij degelijke hand. Dat is mooi. Ik bied twee schoppen. Oké. Okay, dat heeft duidelijk jouw voorkeur. Wat vind je van twee harten? Dat zou mijn tweede keus zijn. Ja. Nou, daar gaat je partner uit, hè? Nee hoor. Die bood doublet zeker, of niet? Ja, die bood doublet. Ja, dat dacht ik al, zoals jij het brengt. Ja. Ja. Nee, dat zou mijn tweede keus zijn. Want je toch je biedt je vijfkaart aan. Dan heb je tenminste één van je twee vijfkaarten verteld. Die zou ik overgaan. Waarom ik niet zo'n fan ben van doublet? Dat zijn een paar redenen. Eén. Partner kan natuurlijk makkelijk een strafpas in schoppen hebben, hè? Dus dat je hem zomaar beschermt met doublet. Maar Renon schoppen speelt heel vervelend tegen. Want partner zit met schoppen achter die leider, dus je wilt heel graag zelf snel schoppen inspelen. Nou ja, dat gaat niet lukken. Twee, ik vind dat je hand een hele sterke speelkaart heeft. Hè? Als partner een hartenvitje heeft, stel hij heeft harten heer, vrouw klein, met een dubbel te ruiten, dan is het misschien al vier harten. Nou ja, probeer dat nog maar eens een keer uit te zoeken naar de doublet.
Dus dat zijn voor mij twee belangrijke redenen om niet te dubleren. Kijk, een hartje minder en een schopje meer. En natuurlijk, 100% dublet. Dus, maar ja, deze kaart, het is gewoon een, voor mij is het een 5-5. Ja. En die heb ik, dus die geef ik aan. En ondertussen wordt er hier aangebeld. Bij... Mooi. Gaan we naar de, doe maar even open. Gaan we naar de volgende slide. Ja, dit is natuurlijk een vrij extreme hand in de uitpas, ja. Hè, Simon. Vaak heb je handjes zoals ze hier staan. Ja, klopt. En ja, misschien kun je eerst even wat vertellen over ja, de situatie in de uitpas. Van, daar gebeurt iets. Wat? Ja. Bepaalde biedingen anders moet maken, kennelijk. Nou, je handen waarmee je op de tweede hand kan passen. Hè? Je hebt redelijk wat punten, maar je hebt niet een geweldig goede shape voor informatie, doublet of wat dan ook. Kan je op de tweede hand mee passen. In de vierde hand betekent pas per definitie dat het afgelopen is. En daarom is gebleken dat een iets meer flexibiliteit voor binnen het bieden beter is. Dus de voorwaarden om te mogen bieden zijn iets verzwakt. Dus je mag iets sneller bieden. Hand 1 die je hier geeft, ja, je hebt een verdeelde hand, maar je hebt niet genoeg punten voor een 15-17 eenzands volgbod. En nou, precies om die reden die ik net noem, hè, dat het niet goed is om te vaak uit te passen, is het zo dat de algemene theorie is dat je met minder dan 15-17 in de vierde hand een sans mag bieden. En dan maken, nou als je echt ingewikkeld wil doen, maken experts nog verschil tussen of je één schop uitgepast wordt of één klaaf uitgepast wordt. Maar laten we zeggen dat je ongeveer een puntje als 11-15 hebt voor één sans. En met hand 1 zou ik dus ook één sans bieden, terwijl ik dat in de tweede hand, hè, als Noord, direct na een schop ook nooit zou doen. Daar ben ik veel te zwak voor. Ja. Je kan wel hetzelfde systeem spelen op één sans. Gewoon alsof je een sans gevonden hebt. Alleen je partner moet natuurlijk wel weten dat jij 12 tot, of 11 tot 15 hebt in plaats van 15 tot 17. Dus hij moet, wel, hij moet daar met zijn invietjes en manchbieden wel rekening mee houden. Ja, dus dat heeft invloed op je antwoordenschema. Misschien niet zozeer in de structuur. Maar wel precies. Maar wel maar wanneer wel je punten. Iets gaat doen. Ja. En dan ja, dus de vraag natuurlijk, wat nou als je wel een 15-17 sans hebt? Hè? Ja, want dat is leuk dat we dat 10-15 doen of 11-15. Ja. Maar je verplaatst wel een bepaald probleem. Ja, en dat zag ik al aankomen. Dat is namelijk hand 2. Dus, oh, ja. Goed. Vooruitziende blik. Ja, ik had misschien kunnen zeggen dat 12-16 doen. Dan kan ik, had ik hem mee kunnen pakken. Maar dat doen we niet. We doen, laten we zeggen, 11-15. Dan is hand 2 net te sterk. En daarmee kan je dus niet één sans bieden. Hoewel je dat in de tweede hand dolgraag gedaan zou hebben. Moet je hiermee dubleren. En als partner iets bied je daarna twee zand. En dan toon je dus niet 18-19 wat je getoond zou hebben mocht je in de tweede hand dubleren, maar je toont hier dan juist die 15-17-achtige range, 16-18, afhankelijk van wat de puntengrenzen zijn, hoe je het wil spelen. Dus alles is eigenlijk iets minder. Ook het informatiedoublet zelf, dus één schop op pas doublet. Nou, we zijn gewend dat je dubleert met ongeveer een opening en het liefst een beetje steun voor alle drie de andere kleuren, in ieder geval voor de hoge kleur. Dat is nu van ongeveer een opening, laten we zeggen 11 à 12, is dat naar een puntje of 8 de ondergrens gegaan. Dus je mag ook iets eerder informatie wetgeven. Alles eigenlijk, en dat is wel makkelijk te onthouden, alles gaat een paar punten naar beneden. Ja. Het komt ook wat vaker voor, denk ik. Hè? In de range dat je 10-15 hebt, komt vaker voor dan hand 3 bijvoorbeeld. Dus dat is misschien wel eens een probleem. Ja, maar het komt niet 20, hè? Oh. Ja, die heeft je 20, ja. Ja. Dus nu zou je dan bieden? Nou, ik weet dat Tim en ik daar anders voor. Ik dacht te weten dat Tim en ik dit anders doen. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat, ja. Ik geen probleem heb met hand 4. Jij geen probleem hebt met hand 3. Nou, dat valt mee, want hand 3 is twee sansbod in de vierde hand. Weet ik dat Tim, hè, want hij heeft eigenlijk net al aangekondigd bij de eerste hand, dat hij liefst hetzelfde systeem speelt en dus beide lage kleuren. Ik denk wel dat ik gelijk heb als ik zeg dat een minderheidsstandpunt is. Zeker. Bij mijn weten is dat niet de standaardtheorie. Nee, dus laat ik toch de standaardtheorie hier tonen. En dat is... Ja.
En dan de theorie is dat een tweestandsbod echt is in de vierde hand. En dan niet 20-21 zoals je tweestands opent, maar ook hier weer een paar punten minder. Namelijk die, juist precies die 18-19 hand die je normaal gesproken vertelt hoe doublet gevolgd door tweestands. Dat is in de tweede hand is dat 18-19. Maar in de vierde hand, zoals hier, kan je met 18-19 gelijk tweestands bieden. En dan heb je hier nu 20. En 20 is dus doublet gevolgd door een sprong in sans. Nou, als ze één klaver of één ruit openen, kan je doublet en bieden ze bied je partner één hoog, bied je twee sans. Heb je precies mooi aangegeven. Maar na een één schoppen opening betekent dat je eigenlijk de manche forceert. En dat is wel eens fout, absoluut. Dus daarom kijk je ook een beetje uit. Met een slechte 20 doe je een beetje 18-19. Maar ja, ontegenzeggelijk moet je af en toe een beetje afronden en dan kom je wel eens te hoog. Maar ik dacht dat je zo lekker bezig was met je ranges. Ik dacht nou 11-15, doublet en tweestand 16-18 en dan gelijk tweestand 19-20. Ik dacht dat je jezelf gewoon in een mooi... Bij ons is het direct tweestand 18-19. Ja, ik kan het wel faken, maar bij ons is dit 18-19 en dit trouwens ook een hele mooie 20. Dus ik ook niet een 20 die ik tot 18-19 ga afwaarderen. Ja, niet qua slag hoor, maar wel qua controle. Dat is een ongelooflijk mooie hand. Dus voor mij zou het te veel zijn voor twee sans, maar ik zou wel in de verleiding zijn om te doen, omdat het alternatief ook slecht is. En bij hand 4 heeft Tim totaal geen probleem, want hij doet gewoon zijn normale ding, namelijk twee sans voor de lage kleuren. En ik moet hier twee ruiten volgen. En daarna nog een keer klaver bieden. Ik moet denk ik ook twee ruiten bieden, maar ik ben niet zo systeemvast. Maar ik denk dat ik twee ruiten moet bieden. Ja, denk het wel. Ja. Yeah. Hey Tim. Ja, nou, normaal, ik wil nog even één dingetje zeggen. Want ik heb maar die vraag ooit één keer gekregen. Van, wat is de standaard? Hè? Ik zeg van, twee sans. Nou, één school pas twee sans. Dat het een 18-19 sans is. Of een 20-1. Ik weet geen eens wat de sansrange is die in deze situatie als de standaard is. Maar goed, dat het wel sans is, dat is dan standaard. En... vroeg iemand, waar kan ik dat vinden dat de standaard is? Is er een boekje dat zegt, dit is de standaard? En volgens mij, je moet ben daar niet zo bewust doen. Of dat er is. Het is gewoon een vraag naar Brits TV, toch? Kan je zeggen, Tim? Dat kan ook, Brits TV standaard. Maar wij kunnen ook, waarom schrijven we niet gewoon waardepapieren uit? Van dit is de standaard. Steeman is de standaard. Met vriendelijke groet, Simon de Wijs, Tim Beek. Ja. Misschien kunnen we daar een rubriek van maken. Wat is de standaard? Wat is de standaard? Dat is eigenlijk niet zo gek. Wat is normaal? Ja. Ja. Ja, we hebben daar natuurlijk wel regelmatig van die projecten gehad. Biedermeijer en allerlei soorten systemen. Ja. IMP25. Er zijn natuurlijk allerlei soorten initiatieven geweest waarbij het systeem wordt. Maar dat focust dan niet op deze basis eigenlijk. Dit is meer een basis. Zou je meer bij een beginnerscursus of zo leren. Die jij blijkbaar hebt overgeslagen, Tim. Absoluut. Ik heb een beetje geleerd van mijn vader. Toen ik ben voor eeuwig misvormd. Dan valt het nog mee hoe je terecht bent gekomen. Maar... Ik durf wel te stellen dat... Ik denk dat echt de meerderheid dit als 18-19 speelt. Ik denk dat dus de standaard is. Ik wil niet zeggen dat het best is, maar dat is denk ik de standaard hier. Ja, volgens mij ook. Maar als het onafgesproken is met een partner en een partner biedt twee sans, zou ik wel 18-19 denken, maar ik zou het zelf niet zo snel durven te bieden. Nee, klopt. Omdat hij dan denkt van, misschien denkt hij wel dat dit minus is, maar laag kleur. Link. Ja, vind ik wel link. Dus dan heel gevaarlijk. Moet je een beetje mitigeren. Ja. Je moet een beetje flexibel opstellen. Mitigeren, dat vind ik een mooi woord. Ja, mooi hè. Anglicismetje er doorheen hebt. Nee, volgens mij is het wel Nederlands. Maar kan wel even opzoeken. Maar. dat is jouw deskundigheid, hè, Tim. Dat klopt, ja. Maar dat in de woordbetekenis zelf niet. Mm-hmm. Goed. Tim. Ja. Nog één vraag in de uitpas. Kijk, normaal speel ik... als ik ervoor zit, in de tweede hand, zwakke jumps. Heeft dat nog zin? Want als ik een schop op paspas, als ik nu drie harten... Nee, dat is een heel goed punt. Inderdaad, in de vierde hand. Kijk, een zwakke jump doe je om je tegenstanders op bieden lastig te maken.
Ja, als het gaat een schopper pas, ja, ik hoef het met tegenstanders niet meer lastig te maken, want ze hebben al tegen elkaar verteld dat zij in principe niet hoger gaan scoren dan, gaan spelen dan een deelscore. Dus een zwak sprong bijvoorbeeld speel ik niet meer. Als ik bijvoorbeeld een puntje of 8 heb met een 6 kaart, dan volg ik op 2 niveau. Maar ja, dat betekent wel dat ik zo'n jump naar 3 niveau overhoud, en dat speel ik dan graag als intermediate. Ja, ik dat ook. Wil zeggen, ik heb een opening met een 6 kaart. Volgens mij iets als in de orde van grootte 12 tot en met 15 punten. Laten we dat zo zeggen. Gezien dat Sans ook een soort 11-15 is, dan is het 12-15. Ja. 12-14, 12-15, ja, zoiets. Zoiets. Mooie speelhand met wat meer punten dan de zwak. Ja, ja, gewoon een fatsoenlijke opening met een 6 kaart. Ja, en eigenlijk weet partner dat als hij een mooie aansluiting heeft met een puntje of 10, dat hij gewoon dan naar de marge kan gaan. Ja. En dan heb je in principe net iets te weinig punten, maar die mooie 6 kaart die compenseert. Juist. Oké, dankjewel. Wil je verder nog iets toe te voegen aan bieden in de uitpas? Ja, Tim zegt met een zwak sprong bijvoorbeeld bied ik 2 harten. Ja, als je echt zwak bent, dan kan je natuurlijk gewoon uitpassen. Je hoeft niet, ja. Je hebt geen biedplicht. Dat moeten we wel ons niet vergeten. Dat er ook best wel handen zijn waarmee je 1 schopper kan uitpassen. Dat zijn handen... Daarom zei ik ook een puntje of 8. Ja, nee, daarom precies. Als je handen die te weinig punten hebben, moet je echt mee passen. Ook al kan partner wel punten hebben. Hij verwacht gewoon meer bij jou en dan gaat bieden toch niet goed aflopen. En soms zijn handen met veel schoppers. Zijn handen waarmee je past. Dus dan kan je best wel een punt of 12 hebben. Maar als je 5 kaart schoppen hebt, dan denk je, nou, laat hen dan maar 1 schopper spelen. Want, kan je dan zo bedenken, als het voor ons iets was, dan zou partner over 1 schoppen met zijn korte schoppers wel iets gedaan hebben. Dus het feit dat jij lange schoppers hebt, betekent dat je kan weten dat partner korte schoppers heeft en dus waarschijnlijk weinig punten. Want hij heeft immers niet geboden. Dus dat zijn eigenlijk de factoren waar je naar kijkt of je wel of niet openhoudt. En heel soms kijk je nog naar je lengte in de andere major. Dus als je tegen 1 schop openhoudt, bijvoorbeeld bij de hand 4, met 2 stands voor de minors. Als je met 2 stands openhoudt, is wel redelijk. Maar als je stel je voor, je houdt met 2 ruiten open. Je hebt wel een risico dat links 2 harten biedt. En dat rechts had heel weinig punten met singleton schoppen, maar wel 5 hartjes mee. En dat hij nu 4 harten kan bieden. Dus je lengte, nu is deze hand die je bij 4 hebt, is goed genoeg om te bieden. En dan moet je dat risico maar nemen. Maar met twijfelachtige handen kijk je wel naar ook je lengte in je andere meter. Omdat het gevaarlijk is dat je tegenstanders misschien daar een hele goede fit in kunnen vinden. Dus je kijkt naar de lengte in de andere meter, naar de lengte in de meter van tegenstander en naar je eigen punten. Mooi. Nou, zo'n situatie als Simon beschrijft, een schoppen pas, en je zegt 2 ruiten met hand 4 en het gaat 2 harten pas 4 harten, dat noemen wij een rebound munch. Ja. Ja. Maar in principe, de mensen waren eerst helemaal niet van plan om in de munch te komen. Je biedt nog een keertje en ze komen alsnog in de march. Ja. Rebound march. Niet meer zitten. Het voelt niet goed. Het voelt niet fijn. Nee, het voelt nooit fijn. Het voelt altijd heel vervelend als me dat overkomt. Maar je moet, ik denk dat je het voor jezelf kunt rationaliseren door terug te gaan naar je eigen beslissing. En op dat moment te denken van, was die beslissing goed? Wat er daarna gebeurt, heb je toch geen invloed meer. Nou, dat vind ik echt een wijze, hele wijze sportpsychologische les. Die zag ik ook in mijn eigen oren knopen. Ja. Dat is gewoon, je moet gewoon... Kunnen we jou bellen als we min 12 schrijven? Dan, Ja, dat kan. Ja. Nou, totdat je een rebound slam om je oren gehad hebt, mag je niet klagen, vind ik. Nou, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Daarom, dat had ik allemaal. Ook wel eens naar 1 schop op pas. Nou. Ja, je zit zelf ook wel eens aan de goede kant. Ja, zeker. Je zit zelf ook wel eens aan de... Ja, maar die onthouden we veel, veel minder goed. Ja, dat is echt... Ja, precies. Dat is jammer, dat moet je niet doen. Dat is typisch. Goede dingen moet je juist onthouden, Tim. Leef je heel leuk. Ja, nee, dat, ik weet het. Maar daar, in bridge verlies je ook vaker... Ja, Simon dan niet. Maar ja, als je een parenwedstrijd speelt... Als je wint, dat is echt vrij exceptioneel. Ja. In bridge, zelfs een clubavond winnen. Ik bedoel, je hebt een lijn van 16 paren. Ja. Ja, iedereen is normaal gesproken 1 keer aan de 16, 1 op de 16 keer aan de beurt. Dat betekent dat die andere 15 keren ben je in principe een van de verliezers. Ja, klopt. Maar dat moet je dan niet zo zien in bridge. Nee. Ze zeggen altijd wel tweede is de eerste verliezer of zo. Of de belangrijkste verliezer. Of de... Maar ja. Goed, 33% is echt toch een stuk minder dan 58. Ja. Als je gewoon goed, altijd een goede kaart speelt. Van, Britje heet winnen in de long run.
Ja, ja, het is wel een spel van lange adem. Je moet niet zelfs... Ik kan me nog herinneren dat voor mij... vroeger had je een Nederlands kampioenschap... viertallen met knock-out principe. Dus gewoon... Ja. Twee spelen tegen elkaar, spelen 24 spelen tegen elkaar... en de winnaar die gaat door. En ik kan me herinneren dat Barry Westra ooit in de eerste ronde... hij was voor mij kampioen van het jaar daarvoor... eerst rond tegen een hoofdklasse team mocht spelen. Dus ja, een meesterklasse team... tegen een hoofdklasse team. Nou, dat is zeg maar... normaal gesproken wint het meesterklasse team. Maar ja, het kan altijd voorkomen dat dat niet het geval is. En dit was die wedstrijd. Dus Barry werd uitgeschakeld. En dat was natuurlijk... ja, een beetje... Kleine kans, maar het gebeurt. Maar het kan, en dat is zo. Ik kan tegen iedere kijker zeggen... zoek nog wat mensen... en Siel en ik... die gaan met onze vaste partners tegen jullie kaarten. Ja, verwacht dat wij over 24 spellen... waarschijnlijk dan in 95% van de gevallen winnen. Maar ja, er is gewoon die 5% dat wij niet gaan winnen. En eigenlijk maakt dat Brits leuker. Ja. Want als je zelfs bij schaken hebt... dan ja, gaan wij echt... op een goede dag winnen we ook niet van Magnus Carlsen. Ik bedoel, echt nooit. We hadden nooit niet eens een halfje uit 100. Nee. Dus, ja, en dat is toch... Dat maakt Brits leuker. Dat je toch een kans hebt altijd. Ja. Maar het maakt het ook wel dat je dingen snel voor jezelf kunt vergoeilijken. Van, ja, ze deed het goed. Of ja, had ik misschien toch dit kunnen doen. En dat is toch, daar moet je eigenlijk een beetje van wegblijven. Vind ik. Maar... Ja, als je beter kan worden, maar... Net... Als je goed over jezelf wil voelen, is dat heerlijk om zo te denken. Ja, ja, oké. Okay. Professional moet je ervan wegblijven, dat ben ik met je eens. Ja. Maar het levert altijd goede verhalen op, Brits. Hey, ik heb een biedtafel voor onszelf opgestart. Zijn jullie al ingelogd? Nee, joh. Zo snel ben ik niet. Tuk. Boom, ik ben erbij. Ja. Ben ik erbij? Nee. Wacht even. Nog niet. Ik moet het geaccepteren, geloof ik. Ja, ik wil. Ja. Oké. Okay, en ik kijk niet naar jou, hè? Nee, je mag niet naar mij kijken. We gaan twee spellen bieden. En ik ga even het geluid uitzetten. Ja, dat is goed. En dan het spel van de week. Oh, dit is ook niet. Ik had... ik wacht rustig af. Ja, ik moet even de spellen... Gaan we. Leuke handen, hè? Ja, het zijn altijd leuke handen. Is dit hem? Ja, dit is hem. Oké. Je bent hem ook. Boom. Ja. Hey, je hebt het gehalteerd. Ja, want wij spelen zo dat met elke gebalanceerde hand open wij een klaver. Dus dat is de reden dat ik één uit hem moet halteren, omdat het iets meer... Hij weet nu iets meer dan... Ik zal de volgende keer erop letten nog niet te gaan het geluid aanknopje te doen op het moment dat ik het bot bij mijn partner zie. Oh ja. Hey Tim, Noord heeft ruiten gealerteerd voor jou. Dat is ongebalanceerd of iets sterks, denk ik. Met echte ruiters. Voor jouw informatie. Oké. Okay. Hij opent gewoon de ruiten zoals wij dat, zoals Simon en ik dat hebben afgesproken. Ja. Ik heb twee vierkaarten hoog. En van twee vierkaarten beginnen we met de laagste van de twee. Ja. Ik geef toe, met mijn vaste partner zou ik beginnen met twee klaver Mars Forcing, maar dat zou dat ik niet... Dat is wel heel erg. Wij doen gewoon een harte, Tim. Nee, wij doen niet zo moeilijk. Ja, daar ben ik weer. Ja. Ja, dit is echt heerlijk. Ja, dit biedt heerlijk, dit. Twee harten. Ik zal hier niet zo lang over doen. Nee. Ja. Ja, twee harten. Nou, kijk, dit is een belangrijk iets. Twee harten kan gebeuren op een driekaart. En dat moet je... Driekaart? Hoe kan dat? Als partner een driekaart harten heeft met bijvoorbeeld een singleton, schoppen, driekaart harten, vijfkaart ruiten, vierkaart klaver. Dan weet je eigenlijk wel dat harten heel goed speelt. Want je kan bijvoorbeeld... En je hebt misschien schoppen, dus je kan bijvoorbeeld schoppenaftroevers dan maken met je driekaart. Nou, dit is een echt specifiek pitsverloop. Dat als het gaat een ruiten, een hoog, twee hoog, dan heb je dit probleem. Dan heb je op zich ook naar een klaver pas, een hoog pas, twee hoog.
Maar ja, niet als je die fantastische conventie Amersfoort speelt. Ik altijd hier staat te propageren, want dan kan je naar een klaver, kom je op het één niveau achter een 5-3 fit. Ja, maar dus, vragen, en dat vragen, dat doe ik standaard met 2 Sansa toe. Oké. De meeste mensen spelen hier gewoon 2 hart is en 4 kaarten. Wat zou je dan bieden? Als het gewoon een 4-kaart kan zijn, dan... dan in principe zou ik heel snel denken aan 4 harten, want ik heb maar een 8-kaart harten fit. En ik heb niet iets bijzonders, ik heb maar 17 punten. Partner heeft er maximaal 14, dat is 31 punten en een 8-kaart fitje, dan geloof ik niet zo snel in slam. Dan heb ik echt wel iets fantastisch bij nodig. Moet ik ervan uitgaan dat mijn partner 4-kaart harten heeft? Nee, jij mag 2 zand bieden. Ja, ik bied gewoon 2 zand hoor. Oké. Okay. Leg maar uit, zeg maar het ook tegen Simon, als hij nog niet weet dat het vraagt naar die 3 of 4 kaarten. Sommige mensen doen dat namelijk met 2 schoppen en dat ben ik niet gewend. Oké. Okay. Ja. Ja, dit duurde lang. Dat vind ik ook, ja, maar dat geeft niet. Hij doet ook een truc. Ja, 2 zand is vraagt, is een vraagbod. We hebben misschien niet alle finesses uitgewerkt, maar het is... Zeker niet een bot waarbij hij aangeeft dat hij in Sans zal spelen. Hij wil meer over mijn kaart weten komen. En of hij in welke mans die hij wil eindigen. Of dat hij een slam wil bieden. Ik heb een minimum. 12 punten. En wel een 4-kaart harten. Ja. Maar ik heb ook wel een singleton klaver. Dus ik heb ergens ook wel een mooie kaart. En... Ja, het is een klein risicootje wat ik neem, maar ik denk dat ik mijn kaart het best omschrijf als ik nu mijn singleton klaver toon. Eigenlijk net had ik een puntje meer willen hebben, maar ik denk dat ik dat... Vraagt in eerste instantie om een 3 of een 4 kaart? Ja, snap ik. Maar jij gaat nog een stapje verder, jij doet ook je verdeling erbij. Precies. Ik snap dat ik met een 3 kaart zou ik 3 klaver of 3 ruiten bieden. En met een 4-kaart zou ik 3 hart of hoger bieden. Maar met een sprong naar 4 klaver verwacht ik een singleton klaver te tonen en een 4-kaart. Ja. Kijk, mijn partner heeft een 4-kaart harten. Ja. En 4 klaver geeft ook aan dat hij een singleton klaver heeft. Dus partner, als ik zou moeten gokken, heeft partner 3 kaart schoppen, 4 kaart harten, 5 kaart ruiten en een single klaver. Dus alleen één dingetje is dat hij heeft over 1 hart en niet gelijk 3 harten geboden. Als hij een 4 kaart harten heeft met een 5 kaart ruiten en een puntje of 13, 14, dan biedt hij echt heel snel 3 harten. Dus ik moet eruit gaan dat partner 11 of 12 punten heeft. Nou, wat kan mijn partner hebben? Stel, mijn partner heeft een singleton klaver. En hij heeft stuk 50 ruiten. En harte heer. 8. En schoppenheer. Als hij dat heeft, dan zie ik iets van 5 ruitenslagen, 4 hartslagen, dat is 9. Schoppen ACR is 11 en een klaver aftroever is 12. Nou, dat ziet er op zich wel... redelijk uit. Maar ja, goed, dan moeten de hartjes niet 4-1 zitten. En de ruiters rond. Als 4-1 zitten, heb ik nog wel een schoppensnit om terug te vallen. Ja. Dus ik... het is niet dat ik... ik heb echt 11 punten bij mijn maat bedacht die perfect passen. En dan is het misschien slam. Nou, weet je wat ik doe? Om het sportief te houden, bied ik 4 ruiten. Dat is in dit geval geen controle bij mij. Hoewel ik die wel heb. Maar dat zeg gewoon tegen partner. Nou, als je echt goede kaart hebt voor het bieden tot nu toe, dan wil ik wel naar slam. Maar heb je geen goede kaart, dan wil ik niet meer spelen dan 4 harten. Ja, dat is wel een beetje verwarrend dat je dit niet als controle speelt. Hoe komt dat? Is dat omdat je nog maar 1 bot tussen 4 harten en ja, je klaar hebt? Je hebt nog maar 1 bot ertussen. Voor mij heb ik in een van de eerdere uitzendingen dat wel... over gehad toen we de splinters behandelden. Dat daar een harte pas 4 klaver. En dat is eigenlijk de situatie lijkt er heel erg op. Dat we toen zeiden van
ja, na een harde pas vier klaver, hoe dat vier ruiten bot. Dus het enige bot tussen vier klaver en vier harten eigenlijk alleen maar te zeggen dat de splinter je wel redelijk bevalt. Ja. Maar nog niks zegt of je 100% naar slam wilt of niet. Ja, voor meer informatie, Google Last Train Bridge. Ja, of kijk de aflevering terug waar het in staat. En ja, ik weet dat kan. Ja. Bridgewijs.nl staat er ook bij iedere aflevering waar we het over hebben gehad. Oké, okay, cool. Zo, weer een lang verhaal. Sorry hoor, Simon. Ja, het is wel. Ik begrijp niet hoe die jongen ooit een Britse partij kan uitspelen. Nee, maar hij heeft best wel veel te vertellen altijd. Vaak in wat moeilijkere bochten. Ik zal wel sneller zijn. Ja. Ja, hieruit vraagt hij of ik overwaarde heb op zwemgebied. En dat heb ik zeker niet. Ik ben echt ruim genoeg gedaan. Iets te veel zelfs tot nu toe. Ja. Ja, je bent klaar, hè? Ja, oh ja, sorry, dit was echt heel duidelijk. Ik bedoel, ja. Ik voel mijn slam, mijn vier ruiten al niet echt opgelegd. Laten we eens kijken wat je hebt dan. Ja. Nou, kijk, ik vond dat ik best wel weinig had voor vier klaver, maar ik dacht dat was een klein beetje beschermd, omdat ik niet direct drie harten bood. Wat je volgens mij met 5-4 en een singleton wel redelijk snel zou doen. Ja, dat is. Tim kan beamen dat ik dat letterlijk heb gezegd. Heb je letterlijk gezegd? Ja, want dat is wel belangrijk dat mijn partner zich dat realiseert. Want, maar het had gekund, hè? Kijk, als Maak van Schoppen hier ruiten hier. Nou, dan nog niet helemaal, hè? Ik had Schoppenvrouw en Hartenboer hadden ruiten hier moeten zijn. Ja, maar dan had ik absoluut meer gedaan dan vier ruiten. Want dan heb ik veel betere kaart. Ik zat te kijken op heer derde, heer vierde, stuk vijfde. Ja. Dat zijn de 11. Nou, daar zou je voor mij wel zo mee bieden. Zeker. Daar had ik zeker twee harten mee geboden en vier klaver. Maar dan heb ik voor slam een goede kaart. En dat is natuurlijk heb ik nu niet met vrouwen en boeren. Nee, dan had ik nog steeds uitgerekend. Dan moet er hart toch wel graag 3-2 zitten. Ja, liefst heb je dan ruiten 10 of harten 10 erbij of zo. Hè? Ja, dat soort dingen. Dus het was niet direct dat ik dacht, nou weet je, zoals Tim zei. Die vroeg aan mij, ja, als ik nou stel dat ik zeker zou weten dat het waard een vierkant was, dan zei ik, nou zou ik vier harten bieden met de zijdhand. Omdat je weet dat ik dan met een vierkaart maar twee harten heb geboden. Ja. Met vijf ruiters en vier harten en waarschijnlijk een korte kleur ergens. Klopt. Ja. En als partner, en stel dat ik een heel natuurlijk zou bieden, en partner die opent een ruiter ook met 4-4. Ja, weet je, dan hebben we een achtkaart harten fit, maximaal 31 punten samen. Zou bij jou en Danny, zou hier drie schoppen ook kort zijn in schoppen? Over twee zand? Ik dacht, misschien moet dat ook wel zo zijn. Maar... Ja, nee, nee, gek genoeg doen wij dat niet. Nee. Maar het zal waarschijnlijk wel moeten. Ja, ik voel me dat af of je dat kon doen. Ja. Ja. In de praktijk kwam ik in vijf harten. Dat werd gehaald, want eruit zaten 3-2 in dit geval bij ons. Ja. Plus 1 ook, want ze kwamen niet met klaver uit. Dus mijn vierde op mijn vierde schoppen kon ik een klavertje wegdoen. Lekker. Ja, op zich wel. Was paren. Er zaten ook wel wat mensen in zes harten. Ook één keer gemaakt. Dat was wel pijnlijk. Ja, dat kan wel hiermee ook. Als je geen klaver uitkomt. Ja, klopt. Trek je kan je vertellen, als wij hebben gesplinterd. Dat is echt die klaver aangedicht op tafel, hoor. Het zou moeten. Met ruiten 14 vierde. Maar ja. Dat gebeurde bij, ja, weet je niet of dat is gebeurd aan die tafel. Oké, we doen nog een spel. Yes. Oké. Bring it on. Yes. Oh. Ja, je bent de eerste. Ja. Jij bent als eerste, ja. Nou, dat is heel makkelijk, hè. Ik heb een vijfkaart en die openen we. Ja. Ja, al mijn spellen beginnen makkelijk. Ja, het begint zeker makkelijk. We spelen 2-1 als Munch Forcing, maar dat heb ik ook heel dik. Dus ja, we beginnen eerst maar eens kijken hoe hij verder gaat. Ja, dit zie je niet vaak. Nee, de partner die biedt mij 4 kaart. Ja. Ik heb maar 12 punten. Dus ik zou... In een March Forcing Beach verloop, dan doen wij de Principle of Fast Arrival. Ik zou 4 harten kunnen bieden om aan te geven dat ik een minimum heb met een
met hartsteun. Maar heb ik wel een minimum. Ik heb natuurlijk hartenaas hier en schopaas. Dat zijn echt al hele mooie punten. Ik vind dat ik eigenlijk toch te goed ben voor vier harten. Dus ik... ik doe wat rustig. Ik bied toch drie harten en ga daarna vier harten bieden. Ik wil toch tegen mijn maat zeggen dat ik toch wel een aardige kaart heb voor slam. Prima. Nou, dat valt mij niet tegen. Nee. Als ik één bot zou moeten doen, zou het nu zes harten zijn. Maar we gaan nog even rustig bieden. Ik dacht afgesproken te hebben met Tim dat wij Q's doen. Dus dat drie schoppen hier een Q is. Dat is natuurlijk een apart soort situatie. Omdat veel mensen ook hier met drie schoppen schoppenfit zouden willen aangeven. Omdat je kan wel eens met vijf harten en schoppenfit met twee harten beginnen. Dus die keuze moet je eigenlijk maken. Ja, je moet het gewoon afspreken met je partner. Ja. Ja. En nou moet ik eerlijk zeggen, zo vaak speel je met Tim, dus ik weet niet eens helemaal zeker, maar ik vertrouw op jou dat je onze afspraak in herinnering brengt. Ik kijk er niet heel vrolijk bij, Tim. Ja, Simon doet drie schoppen. Ja. Nou, als we een hoge kleur hebben vastgesteld, is de andere hoge kleur is een controlebot. Dus in dit geval is drie schoppen een controle. Dus vind ik op zich nog steeds goed passen in mijn kaart. Ik twijfel nu of ik vier hart zou bieden. Om toch aan te geven dat ik een minimum heb. Maar ik speel een trucje. Want ik heb natuurlijk nu drie chansen toe. En we gaan natuurlijk nu maar harten fit hebben. Gaan we nooit drie chansen toe spelen. En daar is het trucje. Daarmee zeg ik, nou maat, ik heb eigenlijk gewoon niet zo'n goede kaart voor slam. En dat is eigenlijk wat ik mijn partner wil vertellen. Ik zou denken, als ik nu vier harten bied, dat zou ik het doen als ik een hartje minder had. Dus ik zeg drie sans. En dan zeg ik, ik zal het ook even opschrijven. Voor mij is dat alleen voor de kijker, hoop ik. Ja, dat denk ik wel. Een non-serious drie sans. Zeker. Ja. Hey Simon, je zat mee te luisteren. Nee, maar ik zet hem aan toen ik drie sans zag. Dus oké. Nou ja, een non-serious drie sans. Ja. En wij spelen serious... of drie sans non-serious. Dat klopt. Sommige mensen spelen het andersom. Ik vind dit een fijnere manier, want als je je vergist, dan zit je in ieder geval in drie sans, maar dan was het geen slam. Dus ja, en het is ook eigenlijk vrij natuurlijk om te gaan cueën als je veel hebt. Dan hoef je daar niet over na te denken. Dat vind ik ook. Dus drie sans is non-serious. Dus whatever. Hij zit zeg maar normaal gesproken in de 12-14 range voor zijn met een puntje of 10, 11 had hij waarschijnlijk gewoon 4 hard geboden als hij geen slim gerichte kaart had. Dus hij heeft gewoon nu een normale opening en geen echte overwaarde voor zichzelf. Oké, ik begin met een Q en dan kijk ik wel even of hij in wat hij doet op het 4-klaar bot. Ja. Ja, Simon doet een controlebot in klaver. Nou, zelfs al zou ik een controlebot in ruiten hebben, zeg ik nu altijd vier harten. Dus je moet een keer weten wanneer je genoeg geboden hebt. Ja. Oké. Nou, ik ben natuurlijk nog niet klaar met bieden. Maar Ivo Helder, hij heeft niet... al te veel, want vier ruiten zou hier geen Q zijn. Dat is natuurlijk wel even belangrijk om te realiseren. Vier ruiten zou zijn laatste tikkie om te kijken of we nog een slam willen. Meer die hadden we zo net ook natuurlijk. Last train. Ja, last train. Dat speel je ook nog na non-series drie sans. Dus, Er zijn wel, ik vroeger niet en tegenwoordig wel. En ik gok erop dat Tim dat wel doet. Dat Tim altijd last train speelt. En ik heb ook wel eens gespeeld dat als je eenmaal non-series hebt gedaan, dat je dan wel genoeg gedifferentieerd hebt qua kracht en dat je inmiddels dan op Q's kan overgaan. Maar toch merken Wouk en ik dat we eigenlijk heel graag dat laatste bordje van ik heb er wel of geen zin in het licht van mijn eerdere bieden op die manier willen gebruiken. Dus ik, maar los van het feit dat vier ruiten dat betekent, is de kans dat hij een ruiten Q heeft nu wel flink afgenomen. Dat wel, want met ruiten Q doe je het wel veel makkelijker.
Maar eigenlijk is dat helemaal goed nieuws, want harte aas in een schoppenaas. Vrouw, zeg maar. Harte aas in een schoppenaas vrouw. Mm-hmm. En we zitten al zo ongeveer bij alle slagen. Dus ik ga in ieder geval aas vragen. We kijken hoe dat... Nou, deze kun je niet. Vier sans is azen vragen. En ik heb drie azen en ik speel 14-30. En met drie azen bedoel ik dat hart de heer is... we spelen allemaal tegenwoordig met vijf azen. Waarbij hart de heer, troefheer als een aas meetelt. En ik heb dus schoppenaas, hart aas, hart de heer. Dat zijn er drie. Die geef ik aan. Prima. Ja, vind je dat prima? Ja. Je zou zeggen, nee, dat vind ik echt heel slecht. Nee. Ja, geforceerd antwoord van Tim. Geforceerd antwoord, zeg je? Nou ja, hij moet zijn keycards aangeven, toch? Ja, hij moet het gewoon helemaal niet moeilijk doen. Nee. Hij toont drie azen. Met of zonder toevrouw. Nou, ik weet dat hij hem niet heeft. En ja, nu is de vraag... Eigenlijk wil ik schoppen vrouw weten voor groot slam. Ik kan met vijf harten naar troefvrouw... met vijf schoppen naar troefvrouw vragen. Vijf harten zou afzwaaien zijn. En sommige paren spelen wel van dat je dan met drie azen door moet bieden, maar ik ga dat niet testen. En ik zou met vijf zand kunnen zeggen, alles is binnen en heb jij nog wat over? Nou, ik heb schoppen hier aangegeven, dus ik verwacht als ik vijf zand bied en als hij aas hier van hart heeft en aas vrouw van schoppen, dat hij dan wel gas geeft. Dus dat is mijn hoop. Maar zo niet, dan zien we het alweer. Groot slecht ja. En ik toon dus met vijf zand true vrouw. Ja. Ja. Ja, kijk, vijf harten is afzwaaien. Vijf schoppen zou vragen naar troef vrouw. Dus vijf sans vraagt naar mijn heren. Ja, ik heb per nul. In principe doet hij ook daarmee partner een groot slampoging. Nou, ik heb nul heren. Het enige wat ik nu nog niet heb verteld is eigenlijk alleen mijn vierde harten. Nou, ik geloof niet dat dat de belangrijke reden is om slam te bieden, al of niet. Dus ik zwaai af. Ik zeg zes harten. Ja, nu zes harten denk ik echt dat ik het risico niet moet nemen. Het zou natuurlijk, als het heel erg gunstig zit, zou het ooit wel een keer zeven kunnen zijn. Maar dan moeten de schoppers helemaal rond gaan zitten. En ja, misschien heb ik dan klaver vrouw bij hem nodig. Dus ik laat het... Ik laat het hierbij. Ok. Ik ben benieuwd. Ja. Nou. Simon, jij speelt vijf sans als een groot slampoging. En Tim zei, hey, dit is herenvragen. Komt een beetje op hetzelfde neer. Dat ik wel mijn heren zou aanbieden vanaf vijf sans en naar boven toe. Maar... ik zou dus ook wel zes klaver of zes ruiten kunnen antwoorden als als ik denk dat ik een poging van groot slam moet doen. Mm-hmm. Ja, ik probeerde, Tim luistert mee toch? Ja, ik probeerde met drie schoppen een cue te doen. Dat was onduidelijk of dat ook zo ja, dat kwam over. Ik dacht, als je nu aas vrouw hebt en je gelooft dat ik voor mijn cue de heer heb, doe je misschien een bordje tussenin. Maar het is veel gevraagd, want wij hebben niet afgesproken dat je met een singleton niet in je partner's curve mag cueën. Dus dat ik heb nu singleton schoppen heer, maar als ik singleton schoppen 2 heb, dan heeft Tim met schoppen aas vrouw natuurlijk veel minder reden om aan groot slam te denken. Ik hoopte dat je hiermee, als je schoppen vrouw had, dat je misschien een tikkie zou doen met zes klaver of zes ruit. Ja, dat zal ik zeker wel sterk overwogen hebben, hoor. Het is... Ik had nu al een extra harte, dat ik al dacht van, ik heb toch een extra harte. Ja, want wat is je het? Je ziet hoe belangrijk die is, want door die extra harte is het best wel een oké... Best wel een redelijke 7 is het eigenlijk. Schoppers 4-3 of zo, toch? Ja dan is het gewoon schoppers 4-3, dan kan je er 2 aftroeven. Je kan die klaver aftroeven. Toch niet echt goed hoor. Schoppers 4-3 is echt te weinig voor een groot slam. Ja, dat is wel te weinig, maar het is niet het allerslechtste slam waar je op moet. Je hebt ook natuurlijk nog schoppen vrouw dubbel vallen, hè? Ja, klopt. Schoppen vrouw dubbel kan ook. Vrouw Sepp, ja.
Ja, dat is, ja, het is bij elkaar nog steeds niet echt veel, hè? Dan en als het, nee, dat klopt. 55. Maar je had ook vrouw Klein Klaver kunnen hebben. Dat was nog wel een soort van kaart die heel nuttig kon zijn in mijn kaart. Ja, dat, ik dacht, ja, dat is gewoon een magische kaart. Nee, ik dacht eerlijk gezegd 5-3-3-2. Kon je dat nog gewoon hebben? Tim? Ja, dat denk ik wel. Kijk, we hebben geen sophisticated afspraken. Nee. Het enige wat ik... Ja, de vraag is hoe vaak mag ik meedoen? Ik vond, de vraag is, wat is 4 harten over 2 harten? Met 12 punten en een vierkant harten kan je 4 harten bieden. Omdat je denkt, nou, ik ben minimale opening. Toen zei ik, ja, maar je hebt wel A's en A's. Ja. Dat is gewoon... Dan snap je niks van kaartwaardering. Nee. Dus jij bood 3 harten omdat je te sterk was of 4 harten? Klopt dat? Je bood 3 harten omdat je te sterk was of te veel slam potentieel had voor 4 harten. Ja. Nou, nee, toen zei ik 3 schoppen. Het voelt nog steeds mijn kaart te goed, maar... voor mijn kaart niet goed genoeg om meer te doen dan 3 sans. Nee, volgens mij is het heerlijk dat je 3 sans kan bieden. Want anders, je wil toch een keer meedoen met A's en A's en een 4 harten. Maar ja, om een cue te faken. Dus het is eigenlijk lekker voor jou dat je het 4-3 sans kan doen. Nee, en sowieso is dat een goede aanrader voor mensen die mee kijken. Kijk, je hoeft niet per se 3 sans te spelen. Zoals wat wij doen van... misschien kan Tim even over 3 sans heen gaan, want ik heb het al gehalteerd. Van als geen goede kaart voor slam. Dat is gewoon een algemene afspraak die veel gespeeld wordt door de toppers. Om 3 sans te spelen. Want 3 sans heb je over, want je gaat in principe altijd nu in je hoge kleur spelen. En dat dan 3 sans is van nou partner, noem een beetje temporiseren. Je zegt gewoon, nou, ik heb niet zo'n goede kaart voor slam. Dat je dat maar alvast weet. Maar dat je iets moet doen, dat je 3 sans kan gebruiken, is een handig middel. Soms al alleen maar te denken van, nou weet je, ik ben heel erg op zoek naar die klavercontrole. Weet je, ik zeg 3 sans. Ook wel een partner die heeft. Ja. Kunnen spelen. Ik vind wel dat 3 sans, je zegt als uitleg geen goede kaart te slam. Als je echt geen goede kaart hebt, kan je ook 4 harten bieden. Ja. Dus het is een beetje tussenin, zou ik willen zeggen. Het is niet een echt goede kaart, maar ook niet een echt slechte kaart. Misschien zou moeten zeggen, geen topkaart voor slam. Dat is misschien... geen topkaart en geen bodemkaart. Hoe zeg je dat? Ja, medium. Ik zeg altijd, je hebt de medium. Medium, ja. Nou, voor slam doe wij... Kijk, qua punt heb je een minimum. Gewoon, je zit gewoon in je 12-14 range aan de onderkant zelfs. Maar voor slam doe wij heb je zeker een medium hand. Ja, die extra hard is heel belangrijk. Klopt. Oké, Tim, ik heb nog een spel van de week, van de afgelopen keer. Wil je dat zelf sharen? Dan zal ik je eventjes ook die rechten geven. Oh ja, dat kan al. Yes. Oké, okay, ga ik op. Ja, mooi. Dan redeal ik hem. Ik heb 19 punten. Ja. Moet ik openen volgens welk systeem? Ja, 1 ruiten moet je openen. Goed dat je het zegt. Ja. Simon, jij je mag even meebieden. Oh, sorry. Ik, nee, dat geeft niet. Kan ik? Heb ik een... Ik ben er gewoon nog eigenlijk, wou je zeggen. Ja. Ik zit er gewoon nog, sorry. Ja, je bent nooit weg geweest. Doe nog mee. Oh. Yes. Ik doe gewoon mee. Ik keek rustig naar de uitzending, maar dat is vast niet de bedoeling. Ja. Ik heb 18-19, ik heb een dekking. Ik zeg 2 sans. Nou, jongen. Alle vertrouwen in jou. Kijk. Dat is mooi. Zo. Ja, West die komt eruit met schoppen hier. Ja. En nu het biedverloop weet ik dat West zeker 5 schoppers heeft. En voor mij werd in het probleem ook gesteld dat de schoppers 5-2 zouden zitten. Ja, inderdaad. Dus, weet je, Simon heeft al eens gezegd, eerste slag je zakken. Toen ik dat laatste keertje online deed, ging het de tweede slag. Toen was in troef. Werd vervolgens de tweede slag afgetroefd door die andere kant. Toen voelde ik dat ja, dat heb je niet in sans. Nee, gelukkig. Nou, ik heb dus namelijk nu al... Ik weet dat West door het biedverloop een vijfkant schoppen heeft. En Oost dus een dubbelton. Dus ik zou nog een ronde schoppen kunnen zakken. Maar dat heeft geen enkel nut. Want ik weet dat de schoppers 5-2 zitten. Dus ik pak deze. Dit geeft mij namelijk een extra optie die straks heel belangrijk is.
Nou, nu gaan we eens een paar keer hard spelen. En het belang hiervan is sowieso, je kan niet denken, nou, ik heb twee keer hard gespeeld, ik kan misschien een klaversnit nemen of een ruitsnit. Maar als die mis zit, dan komt West aan slag en die neemt zijn schoppers mee. Nou, de truc van het spel is eigenlijk dat je daar, dat je denkt van, hé, misschien is dat een andere manier. Hè, dat, welke snit ik kan nemen, kan ik trouwens sowieso altijd uitstellen. Hé, ik zie nu dat de hartes 3-3 hebben gezeten. Als ik een klaversnit neem, dan kan ze misschien 3 schoppers meenemen. Als ik een ruitersnit neem, dan kunnen ze misschien ook 3 schoppers meenemen. Maar wat nu als ik nou zelf schoppen naspeel? Dan neemt West 3 schoppers mee. Nou, ik kan makkelijk 2 ruitjes missen. En ja, wat gaat West daarna doen? Nee, dan is voor mij best verplicht om iets leuks voor me te doen. Want de hartes zijn er al uit. Die zaten namelijk 3-3. Ja. De schoppen na is nu een 100% speelwijze. Eigenlijk wat ik dit spel heb gedaan is een eliminatie en een ingooi. Die doe je meestal in een troefcontract, maar soms komt die ook in een standaard toecontract voor. Geeft op. Ja, heel verstandig. Ik gooi even uit de vrouw weg en daarna claim ik. Ja. Ja, het heel is mooi. Wel belangrijk dat je niet je vierde harten kerst, hè? Ja, dat wilde ik dus net eventjes laten zien, inderdaad. En dus er waren heel veel inzenders die de ingooi zeker zagen. Die zeiden, ik doe 4 keer harten. Ja, en dat, sorry, misschien had ik dat eerst moeten doen. Nee, dat geeft niet. En dat is heel natuurlijk om te doen. Ja, alleen, we doen die harten. Komt de Zuidhand in dwang. Nou, ik doe een ruitje weg. Dus even kijken, zou je ruit hier check hebben gezet? Nou, ik ga er gewoon niet voor. Stel, je doet het nu. Kijk, je ziet nu dat ik in de problemen kom. Als ik een ruiter weggooi, dan kan best een ruiter naspelen. En dan heb ik niks meer aan die klavers. En als ik een klaver weggooi, dat zou ik waarschijnlijk in de praktijk doen. Dan kunnen ze weer veilig klaver doorspelen. Kijk, en nu ben ik verplicht om op de ruitsnit te nemen. Ja, die zit natuurlijk mis. Dat zul je altijd zien. Ja, klopt. Ja, 3 keer harten was genoeg. Ja. Eigenlijk is het gewoon die vierde harten. Eigenlijk gek genoeg breng je daarmee jezelf in dwang. Dat is wat er gebeurt. Op een gegeven moment moet je een kaart weggooien die je niet weg wilt gooien. Ja, dat is lastig om te voorzien, denk ik. Ik denk niet dat veel mensen dit goed hadden. Nou, ik heb hier toch een hele pot met... Met goud. Met goud. Ja, inderdaad. Oké, Tim, je mag het delen, mag je weer stopzetten. Dan kunnen we een winnaar gaan trekken. Voor alle vorige winnaars trouwens. Ik heb vandaag een batch boekjes weer de deur uit laten gaan. Dat was wat handiger, dus... Niet dat je denkt van, hé, waar blijft dat ding? Sander. Sander 1. Ik weet niet wat zijn achternaam is. Zou ik weer moeten opzoeken? Ik ken best wel wat Sanders. Ja, ik ook wel. Die Brits, hè? Dat is ook nog wel belangrijk. Ja. Maar gefeliciteerd, Sander. Ja, Sander. Een boekje tegenspelen vind ik altijd erg leuk. Van de themareeks. Het is toch vaak een thema dat overzien wordt. Waar je toch best wel veel van uit kan halen. Oké. Nou, als ik misschien daar nog een hint over mag geven. En gratis reclame mag maken voor bepaalde personen die ik wel mag. Ik heb zelf heel veel over gehad in mijn toen ik beter wilde gaan bridgen aan de analyseboekjes.
van ja. Berry B. Ja. En kan het echt iedereen, als iedereen zijn af- en tegenspel wil verbeteren, kan ik het sterk aanraden om... Analyse deel 1 en deel 2. Zeker. Goed, nieuw spel van de week. Tadaa. Drie harten was zwak. Je bent een zuid. Je knalt vier schoppen. Dus het komt uit met harte heer. Dat kan van A-zeer of van heer vrouw zijn. En hij switcht troef. Nee joh. Ja. Dat is wel vervelend. Waarom, nou geen, waarom geen ruiten? Dat doe ik altijd. Dat is ongelooflijk. Klaver had ook wel Klaver. Ruiten ook gehad. Ja. Ja, en dit moet je naar 10 slagen weten te brengen. Is het 100%? Ja, volgens mij wel. Ja, denk het ook. Ja, Tim. Nou, jij zei je vroeg het toen je het nog niet wist, hè? Nee, natuurlijk, dat zeg ik. Hij moet gewoon even kijken hoeveel troeven we samen hadden. Ja, maar is dat een hint, hè? 100% vind ik altijd een leuke hint. Ja, dat vind ik ook. Ja, het zijn ook wel leuke spellen altijd. Bekend Oost? Ja, maakt niet uit hoor, maar. Oh ja, die bekend wel, denk ik. Ja. Laten we de lezer even. Of de kijker even een goede informatie geven. Klopt. 100%. Dus met 2 keer troeftrekken zijn de troeven getrokken. Ja, gaan we bewijzen. Je zegt 3 keer. Mooi spel. Komt ook weer in de nieuwsbrief. Kun je toch even rustig terugkijken. Ja, oké. Okay. Over 2 weken zijn we er weer. 28 september is het dan. Kijk je. Leuk. Ook als je nog vragen hebt of andere wetenswaardigheden voor ons om te behandelen, mag het naar ondersteuning@bridge.nl. Oh ja, en ik had nog ook één dingetje wat ik nog wilde zeggen. Ja. Ik zal even sharen. Dan share ik iets wat jullie al net hebben gezien. Als mensen willen kijken van, hè, we zeggen, hey, we lopen terug op wat we al hebben gehad. Alle afleveringen, nou ja, oké, bijna alle afleveringen, want aflevering 27 staat er nog niet op. Zijn nog allemaal terug te vinden op bridgewise.nl. En dan kan je gewoon kijken, oh, wanneer hebben we het gehad over uitkomen? Wanneer hebben we het gehad voor starten voor de maand? Of heel veel andere onderwerpen zijn er. Die last train, aflevering 17. Last train was aflevering 17. Kijk, aflevering 17. En dan kan je gewoon denken, hey, ik wilde nog kijken wat hebben Tim en Simon nou gezegd over de last train. Dan kan je gewoon naar die aflevering toe. Als je erop klikt, dan wordt hij gewoon terug doorverbonden naar iets wat jij online hebt gezet, Tim. Ja. En dan kan je er gewoon op klikken. En dan ja, moet je even in de aflevering zelf kijken wanneer we het precies over hadden. Dus dat kan ik iedereen aanraden. Plus het is natuurlijk ontzettend... Simon, jouw naam zit erin, hè? Tuurlijk. Ja, maar jou en niet, Tim. Ja. Ja, ik bedoel, je kan beter De Wijs heten dan Verbeek om gewoon een goede achternaam te hebben. Nou ja, is jouw conventie Amersfoort dan een beetje compensatiedrang? Nou ja, ik had het liever Verbeek genoemd dan, maar ja. Oh ja, ja, maar dat is wel heel ruig. Ja, terwijl, ja, weet je, er zijn genoeg mensen die het ook nog gewoon transferwalls noemen. Want, ja, klopt. In Nederland meer gangbare naam is. Ja, jouw partner heeft wel een conventie, Molenaar, maar dit... Misschien komt hij nog een keertje in de uitzending om dat uit te leggen. Ja, maar weet je wie daar verantwoordelijk voor is? Nee. Ja. Hij zit hier. Jij! Nou, daar worden altijd grappen over gemaakt, maar ik weet eigenlijk zelf helemaal niet wat dat is. Dus. Nee, ja, Bouk en ik vernoemen onze conventies naar onze favoriete tegenstanders. Jezus. Onze allereerste conventie was, noemde we Molenaar. Wij speelden het liefst tegen Danny Molenaar. Dat was onze favoriete tegenstander. Ja, ik weet nog steeds niet of dat nou positief of negatief is. Dat laat ik aan de mensen zelf. Dus dat goed. Dankjewel. Tot 28 september. Het Heeres Qubit is in aanbouw. Dat je dat even weet. Maar ik speel niet zo vaak tegen jou. Dus dat, Nee, joh. Dus dat moet eerst nog even een keertje meemaken. Ja, dat is goed. Oké. Tot ziens. Hoi.